We willen inderdaad aanpassingen doen aan de omlanden. Omdat we te maken krijgen met klimaatverandering in de toekomst. We verwachten meer weersextremen, meer droogte, veel meer regen in de toekomst. Willen we dat er in de omlanden meer water vastgehouden kan worden. Nu kan er 7,5 miljoen kubieke meter water opgeslagen worden. Maar er moet plek zijn voor bijna 13 miljoen kubieke meter. Dat zijn ongeveer 11.000 zwembaden extra. Plan is daarom om een aantal kades te verhogen en stuwen aan te leggen. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuur in het gebied. Kijk, meestal heb je hoogwater in een winterperiode. Maar stel nou dat je hoogwater in een voorjaar of in een zomerperiode krijgt, dan zitten natuurlijk dieren die daar echt last van hebben. Nou, dan denken we ook aan extra maatregelen als bijvoorbeeld vluchtheuvels, dat de kleine zoogdieren ook een plek hebben om tijdelijk te kunnen vluchten. De bedoeling is dat het gebied niet heel lang onder water staat, maar dat het echt tijdelijk is. Als je heel veel regenval hebt, dat je een aantal dagen dat water hier vasthoudt en daarna het water weer het gebied uitlaat. In veel gevallen gaan natuur en waterberging heel goed samen. Maar hier waren de natuurorganisaties bang dat de extra opslag allerlei ongewenste gevolgen zou hebben. Er was dan ook veel overleg nodig. Nou, aan het begin was dat wel lastig. Ja, toen in 2019 waterschap de plannen aankondigde en om die extra waterberging te willen realiseren. Nou, toen bleek dat we met verschillende partijen gewoon anders tegen die belangen aankeken. En daar hebben we tijd in gestoken om dat gesprek goed te voeren met elkaar. Kijken of je buiten de omlanden de extra waterberging kan realiseren. Nou, uiteindelijk besloten om het hier in de omlanden te doen. En daar gaat tijd overheen, maar nou, we zijn nu zover dat er een voorkeursalternatief ligt van het plan. Waar we met alle partijen tevreden over zijn.